Deze les gaat over de regels voor de winst- en verliesrekening, bedoeld voor HAVO-VWO, bedrijfseconomie en M&O. We gaan het hebben over de resultatenrekening, dat is een synoniem voor de winst- en verliesrekening. Verschillen daarin tussen de interne en externe versie en verschillen in een handelsonderneming en een industriële onderneming als het gaat om de resultatenrekening. Je leert een resultatenrekening opstellen, je leert het verschil tussen de interne en externe resultatenrekening en je leert het verschil tussen de resultatenrekening van een handelsonderneming en die van een industriële onderneming. De resultaatrekening heeft als doel om in te zoomen in veranderingen in het eigen vermogen. Voor de liquide middelen hebben we de liquiditeitsrekening en voor het eigen vermogen hebben we de resultatenrekening of de winst- en verliesrekening, zoals het ook wel wordt genoemd. En deze rekening laat eigenlijk zien wat er aan kosten en opbrengsten allemaal gebeurt in het bedrijf en of er ook winst overblijft aan het einde van de rit. Dat gebeurt als volgt. We hebben een resultaatrekening waarop aan de linkerkant de kosten komen te staan en aan de rechterkant de opbrengsten. En deze zorgen samen voor een bepaalde winst of een bepaald verlies aan het einde van het jaar. En die opbrengsten en de kosten worden gegenereerd doordat er bedrijfsactiviteit plaatsvindt. En samen vormen zij dus het winstsaldo bij het eigen vermogen. Dat opstellen van de resultaatrekening begint bij het verkopen van goederen of diensten. En stel je voor, de onderneming verkoopt een bepaald aantal goederen, noemen we een afzet. En dan komen klanten, noemen we afnemers, die betalen daarvoor. En die betalen daarvoor de verkoopprijs van ieder product keer het aantal producten. Dat noemen we de omzet. Stel je voor, we verkopen 3 t-shirts en die hebben een bepaalde verkoopprijs. En dus de bundeling van die 3 keer die verkoopprijs is de omzet. Die omzet kan het bedrijf niet meteen houden en in de zak steken, daar moeten allemaal dingen mee gebeuren. Die omzet heeft ook een bepaalde inkoopwaarde. Die goederen, die t-shirts, zijn een keertje ingekocht en daar staat een bepaalde waarde tegenover. Dat is ook de waarde waarmee die t-shirts op de balans hebben gestaan. Ja, en die waarde, de inkoopwaarde van die omzet, die moet van de omzet worden afgehaald. Als we dat ervan afhalen, dan krijgen we het volgende: omzet min inkoopwaarde van de omzet is de bruto winst. En daar houden we al een klein stukje over van wat we eerst hebben verdiend. En dan zijn we nog niet klaar. Want van die bruto winst moeten ook nog andere dingen worden afgetrokken. We hebben nog verschillende andere kosten gemaakt, zoals verkoopkosten, loonkosten of afschrijvingskosten. En al deze kosten noemen we samen de overheadkosten. En die overheadkosten worden ook van de bruto winst afgehaald. En als we dat doen, het aftrekken van die overheidkosten van de bruto winst, dan komen we uit op het eindstation van de winst- en verliesrekening of van de resultatenrekening, namelijk de netto winst. Die resultatenrekening kan in verschillende vormen en maten worden opgesteld. Op een eenvoudige manier, met het eerste bruggetje OIBAN onder elkaar. Omzet min inkoopwaarde is bruto winst, min alle andere kosten is netto winst. Of wat gedetailleerder, waarin je wat verschillende tussenstoppen maakt en met verschillende kolommen tussenberekeningen aangeeft. Aan de hand van deze korte opgave gaan we even stap voor stap samen zo'n resultaatrekening opstellen. De resultaatrekening begint met de omzet en die is 290 plus 150 plus 150 plus 290, komt uit op €880.000. Over de inkoopwaarde van die omzet wordt niet zo snel iets gezegd, maar er staat wel informatie bij punt 14 over de bruto winst, die is namelijk 70% van de omzet. Ja, als de bruto winst 70% van de omzet is, dan moet de inkoopwaarde wel 30% zijn, want samen moeten ze die 100% omzet vormen. Dus de inkoopwaarde van de omzet bedraagt 30% van de omzet en dat is €264.000. De bruto winst is de eerste tussenberekening en de uitkomst daarvan komt op de rechter kolom te staan. €880.000 min €264.000 komt uit op €616.000. We gaan nu stap voor stap de informatie doorlopen om kosten te zoeken. En we slaan de interestkosten in het begin even over, want die vormen samen later het financieringsresultaat. Die moet eventjes apart worden genomen. De eerste kosten die we dan vinden zijn de constante verkoopkosten van €12.000 en die vullen we in. Net als de overige variabele kosten, die zijn samen 4 plus 7 plus 9 plus 8 is €28.000. De bruto lonen zijn €12.500 per maand, keer 12 maanden, komt neer op €150.000. Aan sociale lasten wordt 20% van het bruto loon betaald. 20% van het bruto loon is €30.000. In mei wordt ook nog vakantiegeld betaald. 8% van het bruto loon, 8% van €150.000 is €12.000. In februari wordt geïnvesteerd, maar investeringen zijn geen kosten. Tantiemen zijn ook geen kosten. Dus we gaan meteen door naar de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen €40.000. En daarmee sluiten we alle kosten alweer af. Al deze kosten sluiten we af door ze bij elkaar op te tellen onder de noemer alle overheadkosten. En dat komt neer op €272.000. Vervolgens gaan we nog even terug naar die interest. We willen namelijk ook het financieringsresultaat toevoegen. Dus we zeggen interestkosten zijn samen €32.000. Er zijn geen interestopbrengsten, dus het financieringsresultaat is meteen berekend, namelijk min €32.000. De laatste stap, of de ene laatste stap, is we gaan die bruto winst verminderen met alle kosten, inclusief het financieringsresultaat. En dan komen we uit op een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van €312. In de volksmond zou je dit de winst noemen, maar over deze winst moet nog belasting betaald worden. Die belasting is een kwart, 25%. Die berekenen we. 25% van €312.000 is €78.000. En als we die ervan af hebben gehaald, komen we op het eindstation uit, namelijk de netto winst of het netto resultaat. En dat is €234.000. Die resultaatrekening heeft twee verschillende kenmerken als het gaat om de interne en externe verslaggeving. Bij de interne verslaggeving zitten veel details in. Het biedt sturingsinformatie aan het management en het is bedoeld om het management een goed beeld te geven van wat het bedrijf precies gedaan heeft. En de inkoopkosten worden nu ook apart genomen. Als we inkoopkosten hebben, zouden we die normaal gesproken voegen bij de inkoopwaarde van de omzet. Nou, die worden in de interne verslaggeving bij de overheidkosten gerekend als aparte kostenpost. Bij de externe verslaggeving zijn er minder details. Het is bedoeld voor stakeholders en de Belastingdienst, de fiscus. En die hoeven niet per se allemaal, vooral concurrenten, exact te weten hoe alles in elkaar steekt. Dus dat is minder gedetailleerd. Het is vaak beknopter. De interestkosten en de opbrengsten worden apart genomen onder het financieringsresultaat. Vervolgens hebben we nog wat verschillen tussen de resultaatrekening van de handelsonderneming en van de industriële onderneming. Bij de handelsonderneming spreken we over de inkoopwaarde van de omzet. En bij de industriële onderneming spreken we over de kostprijs van de omzet. En dat komt omdat je bij een handelsonderneming goederen inkoopt en verkoopt. En bij productiegoederen, ja, die maak je zelf. Dus dat is een kostprijs. We hebben het gehad over de resultatenrekening. We hebben het verschil tussen de interne en externe resultatenrekening benoemd. En het verschil tussen de handelsonderneming en de industriële onderneming. Je leert nu een resultatenrekening opstellen. De verschillen tussen de interne en externe resultaatrekening ken je nu. En je kent het verschil tussen de handelsonderneming en de industriële onderneming als het om de resultaatrekening gaat. Om te controleren of je deze leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt het je nou niet, of heb je andere vragen of opmerkingen, dan zie ik die graag terug in de reacties. Ik wil je bedanken voor je aandacht en graag tot de volgende keer.